Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Onder de Bomen, het Woerdense cultuurfeest. Wij vinden het ontzettend fijn dat jullie hier bij ons op dit mooie terrein zijn. En Onder de Bomen is een 9-daags openlucht cultuurfestival. En tijdens dit mooie festival gaan wij met verschillende Woerdense culturele instellingen een heel mooi programma beleven. We beginnen vandaag en het duurt tot volgende week zaterdag. En er wordt gewerkt met een hele grote groep vrijwilligers. Die kunt u herkennen aan de blauwe hesjes. Die lopen rond, die hebben u naar uw plek gewezen. En ik vind het heel fijn dat zij ons helpen vanavond. Maar daarnaast werken ook met een hele grote groep Woerdense leveranciers en een aantal sponsoren. We hebben hier een mooie ledbord aan deze kant. En daar komen al onze sponsoren en leveranciers voorbij. Dus wij willen alvast deze mensen heel erg bedanken voor hun medewerking, dat dit mogelijk is. Dat wij dit kunnen organiseren zijn we heel erg blij mee, want in deze gekke tijden zijn er niet zoveel dingen mogelijk. Maar dit is wel mogelijk en daar zijn we heel erg blij mee. Maar er zijn wel een paar huisregels aan verbonden. Die heeft u op uw ticket gekregen. Die staan op grote banieren bij de ingang. Maar ik noem ze toch maar eventjes. Het is heel erg belangrijk dat u blijft zitten vanavond op de plek waar u bent gebracht. Toiletbezoek is mogelijk. Maar houdt u wel aan de 1,5 meter en aan de looproutes. U bent klachtenvrij, want daarom zit u hier. Maar mocht u toch willen, mocht u moeten niezen of hoesten, doe dat dan wel in uw elleboog. Volg alstublieft de instructies van alle vrijwilligers en de beveiliging op. Het bijbestellen van drankjes is mogelijk. Steek even uw hand op, dan komt een van onze vrijwilligers naar u toe. Dan kunt u nog iets bestellen en dan kunt u contactloos betalen. Dat waren de huisregels en ik wil u een hele fijne avond wensen bij de eerste avond hier op ons festivalterrein. Maar ik wil graag het woord geven aan onze burgemeester die het officiële woordje eventjes gaat doen. En daarna gaan we van start. Gaat u gang. Dankjewel Mark. Ja, lieve mensen, wat fijn dat u er allemaal bent. En het is de afgelopen 6 maanden, kan ik wel zeggen, heel erg rustig in Woerden. Als gevolg van de corona. En dat heeft ons allemaal getroffen, zakelijk en soms ook in de persoonlijke sfeer. En nog steeds. Ik ben er buitengewoon trots dat er toch ook in de cultuursector mensen zijn die de handschoenen oppakken. Om met alle regels die er zijn, dan toch een initiatief te nemen om een cultuurfestival te organiseren. Een cultuurfestival wat coronaproof is. Buitengewoon veel waardering. En toen ik hier aankwam lopen, toen was ik echt onder de indruk. En als de mensen zien hoe het hier georganiseerd is, dan denk ik dat het alle avonden volle bak gaat worden. Er is ook nog iemand die enthousiast toetert, die groet jullie ook. Maar ik wil in ieder geval een hele fijne avond wensen. Ik zie ook nog bekenden, ik zie zelfs wethouder Noordhoek met partner. Zit in het rode vak. Ik had hem eigenlijk in het groene vak verwacht. Maar dat kan helemaal geen kwaad om daar eens even te zitten. Veel plezier. Beste mensen, we gaan beginnen met Jan Canis en his friends. Fijne avond.